Zonder mensenrechten functioneert een samenleving niet. Daarom is het goed om stil te staan bij mensen die mensenrechten een warm hart toedragen. Een van die personen is Anil Kunj Bihari, die vandaag dan ook mensenrechtenprijs kreeg, uitgereikt van de Europese Unie. Als voorzitter van de stichting Wang Okasi heeft Kunj Bihari tal van projecten kunnen realiseren voor de mensen met een beperking. Volgens René van Nes, ambassadeur Europese Unie Suriname, is moment belangrijk. Want ondanks alle tegenslagen blijft Kunj Bihari zich even hard inzetten. Hij heeft al enorm veel bereikt. Hij heeft bereikt dat er betaalbaar vervoer is voor mensen met een beperking. Dat er vervoer is dat is aangepast aan de noden voor mensen met een beperking. Dat er een maatschappelijk discussie op gang is om te zorgen dat dit ook in beleid wordt veranderd. Iemand die politiek actief is op dat niveau. Ik wil misschien even een persoonlijke noot hier maken. Toen ik 19 was, was ik betrokken bij een heel zwaar verkeersongeluk. En ik heb toen een jaar in het ziekenhuis gelegen en een jaar lang moeten herstellen van dat ongeluk. Dat betekent dat je een jaar lang in bed ligt of in de rolstoel zit. En dan voel je een heel klein beetje wat het is om iemand te zijn die moet leven met een beperking. En een van de dingen die je dan ervaart is hoe ontzettend moeilijk alles wordt. Je voortbewegen, in een bus stappen, in een trein stappen, in een vliegtuig stappen, naar de bioscoop gaan. Alles wordt in één keer moeilijk. De mensen met een beperking zijn niet aan de onderkant van de maatschappelijke ladder, maar zijn helemaal ervan ontkoppeld, zei Kunj Bihari ruim 14 jaar geleden al. Door de regering dient er beter beleid gemaakt te worden voor deze groep. En als we de situatie van toen vergelijken met nu, dat is er één ding in die hoe ik dat zou moeten uitdrukken nu. Maar ik heb toch geprobeerd één à twee woorden te kiezen, om het op één à twee woorden uit te drukken. En als ik de situatie van de mensen nu met de beperking niet zou moeten uitdrukken, hoe hun situatie is, dan kan ik voorstellen dat we hier te doen hebben met een doelgroep die eigenlijk leeft, maar dood is. Je leeft, maar je bent dood. Als je niet eens een toekomst kan hebben, je kan niet eens een gezin stichten, je kan je baan, je kan niet eens naar je baan gaan. Je hebt werk, maar je kan niet naartoe. Er is geen transport. Je moet dialyseren, maar je kan niet dialyseren. Je moet naar de dokter, je kan het niet. Je wil naar je familie, vrienden, je kan het niet. Kunj Bihari maakte gelijk gebruik van de gelegenheid om de ambassadeur te vragen naar ondersteuning voor deze doelgroep. Zij zien door de bomen het bos niet meer en voelen zich daarom geroepen ook internationaal om hulp te vragen.